Oud-inwoonster van Emmeloord, Eline Milnaar, woont tegenwoordig in de Verenigde Staten. We zouden haar een digital nomad kunnen noemen, want soms woont ze hier en dan weer daar. En met een laptop en hopelijk wifi, daar kan ze altijd werken. Hallo Eline, goedemorgen. Hoi. Zeg, waar zit je nu weer? Ik zit nu weer in Noord-Californië, maar ik ben wel weer in Chicago en Los Angeles geweest de afgelopen weken. Dus inderdaad, wel veel heen en weer. Ja, en wat heb je er allemaal gedaan in die steden die je net noemde? Voornamelijk, we zijn op zoek naar een nieuwe woonplek. Dus voornamelijk gewoon gekeken welke stad we het beste leukste vonden. Ik heb zelf al eerder in Los Angeles gewoond. Dus het was voornamelijk Chicago verkennen en kijken of dat wat was. Dus ja, het was twee lange weekenden met een hele hoop activiteit achter elkaar. Ja, en je zegt we. Wie moet er ook over mee beslissen? Mijn vriend. Die is ook meegekomen inmiddels. Ja. Daar was er nog niet van op de hoogte, maar dat maakt niet uit. Chicago, dat is wil je de buurvrouw worden van Barack Obama? Het is echt een ontzettend mooie stad, maar ik denk toch dat we in Californië blijven. Maar goed, we zijn nog aan het beslissen, we weten het nog niet. Maar Chicago is echt wel een ongelooflijk mooie stad. En Californië wordt het dan weer LA? Ja, waarschijnlijk wel. Maar goed, we weten het nog niet, dus ik heb nog geen grote mededeling op dat vlak. Nee, maar we kunnen het even hebben over de temperatuur en het klimaat. Ja, ik bedoel, Chicago zijn echt de winters ongelooflijk koud. Waarom? En in LA is het ongeveer hetzelfde klimaat het hele jaar door. Dus ja, dat is op zich wel nog een goede plus voor LA. Is toch niet zo moeilijk dan? Ja, op zich niet, nee, als je daar alleen naar kijkt. Oké. Hey, maar waar we eigenlijk voor video bellen is natuurlijk de verkiezingen. Mag jij al stemmen op de senator, op de president of ben je nog Nederlandse? Ik heb een verblijfsvergunning, dus ik ben nog geen staatsburger. Ik kan over 6 maanden kan ik me daar wel voor aanmelden, maar op dit moment kan ik dus nog niet stemmen. Dus dit zijn waarschijnlijk de laatste verkiezingen waarbij ik dat niet kan. Oké, de midterms, die zijn voor jou? Ja, hopelijk, als alles goed gaat. Ja, wat zou je hebben gestemd als je had mogen stemmen? Ja, zeker. Ik vind zelf dat je, als je kan stemmen, dan moet je stemmen. Dat is gewoon een deel van je recht en ook denk van je verantwoordelijkheid om daarbij deel te dragen. Ja. Bij te dragen bij de samenleving waarbij je deel van bent. Maar misschien verstond je mijn vraag niet goed door de lijn, maar ik had willen vragen, wat had je willen stemmen? Oh, wat had ik willen stemmen? Ja, wil je dat verklappen? Ja, dat is een gevaarlijke vraag. Om heel eerlijk te zijn ben ik heel blij dat ik deze verkiezingen niet mag stemmen, want ik zou het niet weten. Ik hoor hier ook veel om me heen dat veel mensen zeggen van ja, je kiest the lesser of two evils, zeg maar. Allebei vind ik zelf niet echt een goede kandidaat. Nee. Dus het is een beetje, ja, je moet een beetje aan elkaar afwegen. Ik zou zelf dan misschien toch nog voor de derde partij kiezen, hoewel dat eigenlijk een soort van je stem weggooien is. Hmm. En dan voor de Libertarian Party gaan. Ja, en in die andere gevallen had je kunnen antwoorden, nou, ik ga stemmen op een oude man. Ja, ja, dat is wat. Een oude man, ja, dat is een beetje helaas wat de Amerikaanse politiek, hoe dat eruit ziet. Ze lijken allemaal een beetje op elkaar. Klopt. Nou, dan wachten we samen de uitslag af. Een paar rechtszaken verder en dan spreken we elkaar vast weer een keer. Hoe is het intussen met de coronamaatregelen bij jou in het noorden van Californië? Ja, hier wordt het wel ietsje heftiger, maar het valt op zich nog mee. Maar goed, je ziet wel gewoon dat de coronacases ongelooflijk omhoog gaan. Dus dat zie je nu ook hier, dat mensen bijvoorbeeld, er is hier een grote internationale school die niet meer echt zeg maar op de campus mag samenkomen. En je merkt dat mensen toch wel langzamerhand iets voorzichtiger worden, maar hier in het noorden is het eigenlijk nog steeds dat mensen niet heel erg opletten, zodat je een mondkapje dragen of dat ze echt zeg maar social distancing doen. Dat is hier nog veel minder dan in de steden, wat ja natuurlijk wel een probleem is. Ja. De economische cijfers over het derde kwartaal in Amerika waren goed. Vergeleken met het tweede kwartaal, kon ook moeilijk anders natuurlijk. Kun jij nog een beetje aan het werk blijven? Ja hoor, zoals je weet heb ik mijn eigen bedrijfje, dus dat gaat er gewoon goed. En nu juist voordat zeg maar, het einde van het jaar is, merk ik dat veel mensen toch gewoon graag nog even hun eigen doelen willen afstrepen. Dus ik ben eigenlijk drukker dan eerst. Ja. Hebben ze jou nodig bij doelen afstrepen? Ja, nou ja, ik noem mezelf een content strategist. Dus als zij iets willen uitbrengen, zeg maar online willen bouwen, dan help ik daarbij bij zowel de strategie als het uitbouwen. Oké, daar ben je dus druk mee. En iedereen gezond in je omgeving, iedereen die je lief hebt?
Ja, een paar van mijn vrienden hebben wel corona gehad, maar dat viel gelukkig heel erg mee. Mijn ouders in Nederland hebben trouwens ook corona gehad en Oh. mijn broertje. Ja, maar die waren er eigenlijk binnen 3 dagen wel weer bovenop. Die waren even gewoon echt goed ziek, maar gelukkig was dat alles voor hen. Waar ik gewoon heel blij mee was, want mijn ouders zijn natuurlijk wel ietsje ouder. Dus ik ben, ja, dat was mijn grootste zorg, zeg maar, dat zij ziek waren, Ja. zouden worden. Maar dat viel gelukkig mee. En dan zit je ook nog zo ver weg, hè? Maar Ja, je mag toch niet precies. langskomen als ze corona hebben, maar het gevoel. Ja. Ja, dus het was videobellen en maar hopen dat het goed ging. Maar ja, het ging gelukkig allemaal goed. Oké, goede berichten dus uit Emmeloord en uit Californië. Bedankt voor je verhaal en graag tot de volgende keer. Ja, ik bedankt.